Wat is er vanavond op de televisie? Wel, van de VPRO beginnen ze zometeen voor een steeds groeiend leger adhesitanten. Mary Hartman, Mary Hartman, Mary Hartman. Daarna volgt het programma Bomen, waarin voor het eerst een televisieinterview met de omstreden Leidse criminoloog professor Dr. W. Buikhuizen. En daarna, aan het eind van de avond, een schitterend toneelstuk. Maar nu eerst, meer... Sina, wat hoor ik nou toch de hele tijd? Gelukt! Wie? Kom zitten, Mary Hartman gaat zo beginnen. Je bent net op tijd. Nee, plaats. Heb je daar nog mee? Valt je uitleg, Coot. Dames en heren, vanmiddag, 5 uur, opgestegen van vliegveld Nancy, Midden-Frankrijk. Zwaar weer, dus pas om 8:17 vanavond geland op 16 Hoven. Porsche van de Rijkspolitie met sukke snorren ervoor. Jongens, nog bedankt, hè. Naar hier, et voilà. Coot, dames en heren, meester Onno van der Pannen. Ik heb hier bij me, 2 dagen voor de officiële introductiedatum, de nieuwe Beaujolais primeur uit Frankrijk. Ja? De nieuwe Beaujolais Nouveau, Coot. Ja. De nieuwe Beaujolais primeur, Coot. Heb ik in Frankrijk geritseld. We zijn ze 2 dagen voor. We zijn ze allemaal voor. Wienerborn, Pim Sierks, Jan Brussen, we zijn ze voor. Want vanavond, de nieuwe Beaujolais primeur nouveau 1978, rechtstreeks op de VPRO-televisie. Ja, ja. Ja. Nou, chapeau, bravo. Wie, zal ik dat maar zeggen? En nu eerst Mary Hartman, Mary Hartman. Nee, maar begrijp je de gebeurtenis-code? Ja. Denk je wel eens dat je moeilijkheden hebt? Goed. Dan nu een algemeen belangwekkend interview met de omstreden Leidse criminoloog professor Dr. W. Buikhuizen. De man van wie Piet Grijs heeft gezegd... Nee, kom, nee. Deze man... Nee, nee, nee. Mama, nu ben ik. Ja, eventjes maar. Nou, heel even, dan, ja, want we moeten door. We krijgen straks... Dames en heren, een stuk op nog, meester Onno van der Pannen. Statistieken hebben aangetoond dat VPRO-kijkers wijndrinkers zijn. Ja, dat is waar. Nou zult u de volgende week bestookt worden met aanbiedingen Beaujolais Primeur of Beaujolais Nouveau. En nu, het leek me niet meer dan fair en ook een goede service aan u, kijkers, dat wij vanavond een soort proefoordeel vellen over de nieuwe Beaujolais. Ja? Goed. Ja. Ik open dan nu de eerste fles Beaujolais Primeur op Nederlandse bodem. Ja. En omdat wijn de bloem is in het knoopsgat der beschaving, en omdat de dichter Horatius heeft gezegd, de wijn opent het hart. Dat is waar, heeft hij gezegd. Toast ik nu met jou, Coot. Heel graag, Mie. Op een warme winter. Op een warme winter, zou ik dan maar zeggen. Ja, het is wel, dacht ie? Is zo erg, wie? Het is een ramp, God. Het is een ramp. Een ramp? Maar heb jij... Wat is die afgrijzelijk, de... Beaujolais primeur. Maar heb jij er dan verstand van? Nou, dat is het nou juist. He? In mijn vrije tijd ben ik een van de grootste wijnkenners van Nederland. Het is een ramp. Oh ja? Ja. Van de week bijvoorbeeld nog ben ik, nou misschien wel voor de 6e of 7e keer, weer tot ridder geslagen van een cercle, van een exclusief wijngenootschap.